Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Veel sluierwolken momenteel over Nederland, maar die trekken geleidelijk aan naar het oosten weg. En dat betekent dat vanuit het westen brede opklaringen ons land bereiken. En op veel plaatsen in ons land was het in de loop van de middag zelfs volop zonnig. Er kwamen echter alleen maar wat vliegtuigstrepen voor, maar de zon die heeft daar totaal geen moeite mee om daar doorheen te komen. Vanavond zijn er dus brede opklaringen. Het blijft nog wel eventjes aangenaam met een graad of 6 tot 8 met niet al te veel wind. In de loop van de avond dan daalt de temperatuur wel snel en dat betekent dat het kwik kan gaan dalen naar zo'n 2 of 3 graden in de loop van de nacht. Lokaal kan de temperatuur ietsjes lager uitpakken en kan er ook wat nevel of een enkele mistbank ontstaan en daarbij gaat het aan de grond overigens ook nog eens vriezen. In het binnenland valt de wind weg, windkracht 1, nauwelijks wind dus, aan zee is de wind meestal zuid-zuidwesten van richting en matig van kracht windkracht 3. Morgen is dan een prachtige lentedag met vooral in het binnenland zeer veel ruimte voor de zon. Ik denk zelfs dat het in het oosten en zuidoosten van het land gewoon een zonnige dag wordt. Daar ook de hoogste temperaturen 16 of lokaal 17 graden. En aan de zee, daar zijn wat meer wolkenvelden aanwezig en onder die wolkenvelden wordt het dan een graad of 13. Het blijft een beetje link. De wind komt weliswaar uit het zuiden. Maar mocht de wind door de hoge temperaturen boven land vanaf zee gaan waaien, dus draaien naar het zuidwesten of westen, dan kan het zomaar eens zijn dat de kustgebieden te maken gaan krijgen met lage wolken. Of misschien zelfs wel mist vanaf zee. Dat zijn dingen die typisch bij het voorjaar horen. Maar bij deze ma mooie temperaturen waait dan ook nog eens niet al te hard. Matig uit het zuiden, windkracht 3 gemiddeld. En dat betekent dat het dus voor het gevoel een zeer aangename voorjaarsdag is. Want we moeten er nog even van genieten. Want vanaf vrijdag dan neemt de wisselvalligheid toe. In de nacht naar vrijdag raakt het al bewolkt en valt er zo af en toe wat motregen. Later in de ochtend en in de middag komt misschien de zon er nog af en toe bij, maar daarna neemt de bewolking weer toe en in de avond gaat het dan opnieuw regenen. Maar kijk, veranderde temperatuur met moeite de 10 graden, lokaal 10 graden in het zuidoosten. Het weekend verloopt dan vaak grijs en zijn er perioden met regen. De temperaturen wel weer in de dubbele cijfers. Maar gezien het weerbeeld met die stevige westenwind hebben we niet eigenlijk niet al te veel aan. Ook op de lange termijn lijkt het voorjaar nog redelijk ver weg te blijven. Al is het zo dat in de loop van volgende week de dagelijkse gang weer weer een stukje groter wordt in de modellen. Wat betekent dat we de zon vaker gaan zien en dat zowel de overdag temperaturen wat verder omhoog gaan, maar ook s de temperaturen wat weer, weer wat gaan dalen. En met een beetje geluk zitten we in hetzelfde weertype als bijvoorbeeld de afgelopen dagen. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl